Goedenavond, welkom bij deze presentatie van SkyBelt Community. Ik ben Nettie Sommers, ik ben in 2016 gestart en sinds juni 2020 ben ik een van de mensen van de nieuwe communicatiegroep van Nederland. En wij willen de investeerders in de eigen taal zo goed mogelijk op de hoogte brengen. En ik ben natuurlijk een van die communicatiepersonen. En zoals we allemaal weten is er wereldwijd een groot milieuprobleem en de uitstoot van slechte gassen, daar zijn we allemaal mee bekend. Maar ook wegen, bruggen die instorten in de woestijn, wegen die ondergewaaid worden met zand. Er is een andere probleemoplossing voor. Want er is een nieuwe manier van vervoer en de heer Anatoly Janinski heeft dat helemaal uitgewerkt. En zoals je ziet is dat niet op de grond, maar op het tweede niveau, zoals we dat noemen. Op de grond is het eerste niveau en in de lucht is het tweede niveau. En Anatoly Janinski heeft dat meer dan 40 jaar geleden al gezien. En hij is toen aan een oplossing gaan werken en denken. Hij wilde het gewoon milieuvriendelijk hebben en geen slechte uitstoot, want daar had hij al meer dan genoeg van meegemaakt. Dat hij ook in de buurt van Tsjernobyl is opgegroeid. Dit is Anatoly Janinski. En linksboven staat hij bij zijn laatste ontwikkelde model. Dat is een model wat meer dan 500 km per uur kan halen. En linksonder is zijn allereerste model. Toen heeft hij een vrachtwagen met ijzeren wielen gemaakt om te kijken dat hij op een rail inderdaad kon rijden en er niet van afviel. En dat is gelukt. Dus vandaar, dat is zijn eerste model en van daaruit is hij gaan ontwikkelen. En dan zie je daar linksboven wat een mooi model dat hij nu heeft. Dit zijn de verschillende modellen die allemaal ontwikkeld zijn. Rondom meestal met passagiersvervoer in het midden onder. En in het midden zie je echt de containervervoerontwikkeling. En dat gaat eigenlijk nog harder als de ontwikkeling van het passagiersvervoer. Want heel veel landen zitten in havens met problemen met files en dat soort dingen meer. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dat bestaat al lang. Want ik ken het al. Ja, dat klopt. In Duitsland hebben ze een poging ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En ook in China hebben ze dat. Maar dat is, meer verschil is er niet. Want de wielen zitten aan de bovenkant, maar ze hebben nog net zoveel uitstoot. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Het is natuurlijk wel een fileoplossingsprobleem, maar geen milieuoplossingsprobleem. En dat is hetzelfde met de kabelbanen in de sneeuwgebieden. Het woord zegt het al, kabelbaan, daar wordt een wagon voortgetrokken aan een kabel. En die kan nooit een hoge snelheid halen, want het is gewoon een beperkte lengte die de kabel kan trekken. En als een kabel breekt, dan gebeuren er grote ongelukken. Dat is met dit systeem van Anatoly Janinski anders. Maar als we een voorbeeld gaan geven hoe hier gebouwd wordt en hoe de verdere ontwikkelingen zijn, dan zie je in een normale wegaanleg van A naar B, dan wordt de grond geëgaliseerd. Dat wil zeggen dat de dieren die daar wonen moeten verhuizen. Die moeten ergens anders heen. Anatoly Janinski zet palen. En dan komt die wegbedding op het tweede niveau. Daar kun je heel veel zwaar grondwerk mee vermijden. En ook de dieren kunnen gewoon blijven wonen. En als die pilaren gezet zijn. Het derde plaatje heeft vier pilaren, maar dat is niet nodig. Er kan ook een hele grote afstand overbrugd worden. Dat ligt een beetje aan het soort vervoer dat er overheen zal gaan komen. Maar die pilaren worden dan een kabel overheen getrokken en die wordt strak getrokken. Dit zijn een soort getwiste snaren die in een buis zitten. Dat zie je, heb je dadelijk, zal ik daar wat meer plaatjes van laten zien. Maar als die kabel strak getrokken wordt, dan gaan ze dat bevestigen in de grond of op een station. En als ze dat omhullen met een stijf omhulsel, dan krijg je een hele aparte, unieke spoorstructuur. En om te zien hoe die snaren aangetrokken worden, in het klein zie je dat bij een gitaar bijvoorbeeld, weet iedereen hoe dat werkt. In het groot gaat dat dus hetzelfde met de string die dan ook strak getrokken moet worden. En om de spoorstructuur nog minder te belasten, gaan ze geen één hele lange trein maken, maar doen ze lossere voertuigen maken. En zo kunnen er meer achter elkaar rijden. De belasting van een spoorstructuur is niet zo zwaar en mensen kunnen makkelijker sneller in en uitstappen.
De voorgespannen draden die liggen in een polymeeroplossing. En zo worden ze ook beschermd tegen zware weersomstandigheden. Dat zie je rechts, dat vierkante plaatje waar je drie strings naast elkaar ziet en twee boven elkaar, in totaal zes. En die strings in die polymeeroplossing, dat zorgt ervoor dat er geen roestvorming kan komen. En de buitenkant eromheen, die zitten in een ijzeren omhulsel. En eroverheen zit nog een extra stevig ijzeren omhulsel. En dat is voor de slijtage. Dit kan meer dan 50 jaar zonder dat het vervangen hoeft te worden. En dat is gewoon geweldig goed. En door die staal-op-staalwrijving is de energieverbruik veel minder, want daardoor heeft hij niet zoveel energie nodig. Het verrijden gaat makkelijker. En er is ook nog een beveiliging, want het ontsporingssysteem zit daarbij. De wielen rijden over de rail, maar als je kijkt in die oranje rondjes, er zijn ook nog een wielen. En die houden de bovenste wielen op de rail. Dat kan niet ontsporen. En het rechterplaatje, daar zie je de echte gemaakte die boven in de wagon zit. Dit is gewoon een foto van het echte aangelegde systeem, wat allemaal in al die wagons er bovenin zit. Ook het energieverbruik kan veel verminderd worden. Bij een auto komt in de windtunnel de wind aan de voorkant mooi vloeiend overheen, naar de onderkant iets lastiger, maar achter een auto krijg je een werveling. En dat beïnvloedt de snelheid, maar ook het verbruik van de benzine of de andere vloeistof die nodig is om te rijden. Als je dan kijkt bij de U-fles, die is ook getest in de windtunnel, dan komt aan de voorkant de wind heel mooi eroverheen, maar ook eronder door. Er is geen tegenwind en aan de achterkant heb je geen werveling. Dus het wordt totaal niet beïnvloed door wervelingen en daardoor kan de snelheid veel makkelijker verhoogd worden. Wat kan Anatoly Janinski hiermee bereiken? Natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren, want die kunnen op de grond gewoon leven. Het vervoer gaat in de lucht. Maar ook het transport voor containers, dat gaat veel sneller, want er zijn geen files meer. Dus files voor de gewone particuliere rijder die dan nog in de auto zit, die heeft ook geen last meer van files. En dit alles is geïnspireerd en georiënteerd op het gebruik van groene energie. En er is ook hiervoor een opleidingscentrum voor medewerkers, want niet veel mensen kennen dit systeem. Dat moet gewoon geleerd worden intern. En daar hebben ze nu in de Verenigde Arabische Emiraten een universiteit waar leerlingen opgeleid kunnen worden om met dit systeem te werken. En er zijn inmiddels ook al studenten afgestudeerd. Wat is er ontwikkeld? Drie verschillende spoorstructuren. De bovenste is een flexibele, doorhangende spoorstructuur. De middelste is een enkele spoorstructuur en de onderste is een dubbele spoorstructuur. En elk heeft zijn eigen taken. Als je dan kijkt hoe ze eruit zien, rechts onder het plaatje, dat is van de flexibele spoorstructuur, van de bovenste afbeelding. En dan zie je door de bril die erop ligt dat het best heel smal is. Maar die strings die erin zitten zijn zo verschrikkelijk sterk. Er kan toch best nog een zware cabine overheen met passagiers. En links onder zie je de spoorstructuur met die polymeeroplossing erin. Dit is de enkele spoorstructuur en kan er nog om overheen rijden. Maar ditzelfde kunnen ze ook maken door nog aan de onderkant ook een rail erbij te doen. En dan is het nog extra sterker. En dan heb je een dubbele spoorstructuur. Ik heb straks nog een plaatje dat ze ook daar met die dubbele spoorstructuur nog meer ideeën voor hebben om te doen. Maar om hiervoor de markt te betreden, moet elk voertuig natuurlijk ook onderworpen zijn aan testen. En dat is heel erg goed gebeurd door de TÜV. En dat is een internationale wereldwijde organisatie die alle vervoermiddelen test en goedkeurt of afkeurt natuurlijk. En hier heeft Anatoly Janinski de formulieren in zijn handen en linksboven ziet u dat iemand het certificaat krijgt uitgereikt dat het helemaal goedgekeurd is. En hier zie je nog meer van die onderscheidingen en patenten en certificaten. En patenten die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, want een patent, als je dat hebt, wil zeggen dat de concurrentie het de komende jaren niet na mag maken. Daarom is het zo belangrijk ook dat er hier snel gebouwd moet worden, want hoe eerder dat er een spoorstructuur is, hoe sneller dat er ook alleen zelf geld verdiend kan worden. Maar deze afbeeldingen zijn nog geen 1/10 die je net zag. Maar in 2019,
dat is linksonder de afbeelding waar de pijl bij staat, was Jeninske Stringtechnologie zelfs een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Nou, dat is heel belangrijk als je daar ook een van de sprekers mag zijn. En in 2018, 16 februari, heeft Jeninske Stringtechnologie is lid geworden van een grote internationale organisatie van een groep van 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit ongeveer 96 landen. En dat waar hij lid van is geworden is de International Association of Public Transport. En bij de pijl laat ik speciaal extra zien van onze mensen uit België, want daar staat in Brussel goedgekeurd op 16 februari 2018. Dat wil dus zeggen dat het toen in België al bekend was dat het een goed en betrouwbaar product zou worden. Maar mensen die nogal technisch aangelegd zijn, die willen meer weten. Die willen berekeningen weten, die willen van alles weten. Nou, dan kunnen ze naar de website gaan van Jeninske.ingr en dan kunnen ze een hartje ophalen aan alle berekeningen. Mensen die er niet zo'n zin in hebben of geen kennis van hebben, daar is een andere website voor en dat is van de rsw-systems.com en daar kun je het in een duidelijke bewoording lezen wat er telkens ontwikkeld wordt. Dit zijn alle modellen. Ik heb een nieuw plaatje hier, want rechtsonder die twee zijn nieuwe modellen. En daar kom ik straks nog wel op terug. Dat is voor een bepaald land, die heeft ze speciaal besteld en die zijn afgeleid van het plaatje rechts. Als je dat blauwe kleine plaatje ziet, dat is een model geweest wat ik al meer heb laten zien. En wat getest werd voor als eerste om naar de vijver te gaan, om daar hoge visspullen mee te nemen. Maar dat is nu een afgeleide en iets goedkopere versie voor een bepaald land. En daar zult u straks wel meer nog van zien. De industrie heeft ook een aantal modellen willen ontwikkelen. Die worden alleen maar ontwikkeld als er een land is die zegt wij willen dit zo en zo. En dan ontwikkelt men dit. En zo zie je links in de vier plaatjes boven elkaar, de tweede van boven, de container. En wat staat daar? Die kost voor vervoer $1 per 100 ton per kilometer. Dus men mag 100 ton leveren en elke kilometer dat die vervoerd moet worden kost het $1. Dat is veel en veel goedkoper als alle andere manieren van vervoer die er op dit moment zijn. En ook de aanleg van zo'n transportband, dat is de onderste twee, die is ongeveer gemiddeld, is die vanaf 4 miljoen per kilometer. En dan ligt het er een beetje aan hoe sterk de ondergrond is of hoe zwak de ondergrond, wat er meer aan gedaan moet worden, dat de kosten iets hoger zullen worden. Maar dit scheelt heel veel tegenover de verschillende spoorstructuren die er nu zijn. Hier zie je het plaatje een beetje groter van een transportband. Die komt dus vanuit ergens een mijnbouwgebied of een ontginningsgebied. De materialen worden op de transportband gelegd en die worden op de plaats van bestemming worden die er mooi afgeschoven. Mooi om te zien, toch? En dan hebben we hier de manieren van vervoer wat ze willen gaan doen. Twee prioriteitsrichtingen. Eentje voor de personenvervoer. Dat is een wagon voor 25 zitplaatsen. Rechtsboven zie je dat, in drie delen staat die. En onderin zie je het containertransport voor de industrie, voor scheepvaart en de wegenvervoer. Dat moet allemaal natuurlijk berekend worden en verwerkt worden en daar hebben ze een kantoor voor nodig. Rechtsboven is het laatste nieuwe kantoor wat ze betrokken hebben. Dat is veel en veel groter dan het kantoor wat ze ervoor hadden. Het allereerste kantoor zie je op het plaatje rechtsonder. Zie je de kleine witte gedeelte achterin. Want het is een fabriekshal, maar achterin is een klein kantoortje. Dat is het allereerste kantoortje geweest. En nu hebben ze rechtsboven dat grote kantoor. Dus ze zijn heel ver ontwikkeld al. Op dit moment hebben ze tussen de 600 en 700 hooggekwalificeerde specialisten. En er werken meer dan 80 afdelingen en ontwerpbureaus hiervoor. En een grote oppervlakte hebben ze van 10.000 vierkante meter. Dat is veel al hoor. Het Ecotechnopark, wat ze als eerste hadden om te gaan bouwen, dat was in de niet ver van Minsk in Mirila en Gorka. En dit is een foto uit 2015. Dit is een oud vervuild militair terrein was het. En dat heeft Jeninske helemaal ontgonnen en de natuur zijn gang kunnen laten gaan. Hij zei dat hij de natuur weer terug kon brengen naar hoe het vroeger was met zijn rijkdom. En ze hebben daar gedacht, nou dan ga hier maar aan de gang. En dat is gebeurd. Kijk maar, in 2019, daar ben ik er toen ook geweest, was het heel mooi groen. Het ziet er heel mooi uit.
Wat waar je hier vooral naar moet kijken is de vijver erachterin. Ik ben er vanaf 2019 niet mee geweest, maar ik heb begrepen dat daar heel veel ontwikkeld is. Zelfs een heel vakantiedorp, waar mensen op vakantie kunnen gaan en daar kunnen vissen. En dat zijn ook in ecohuizen waar geen verwarming is en waar het ook lekker koel is. Dus het wordt gewoon ook allemaal, het is eigenlijk een testproject, maar kan men ook geld mee verdienen. Nou zeggen ook heel veel mensen, ja, maar zo boven de grond, dat lijkt me toch wel heel eng. Want wat nou als zo'n batterij ineens uitvalt of er gebeurt iets anders en die wagon gaat niet meer verder, wat dan? Nou, elke wagon die wordt ontwikkeld, die zoals je rechtsonder op het plaatje ziet, die hebben aan allebei de voor- en achterkant hebben ze een uitsteeksel, een soort koppeling. En op het moment, mocht er een wagon uitvallen, dan kan met die koppeling aangekoppeld worden aan een volgende wagon die eraan komt. En die brengt hem gewoon naar het volgende station, waar dan de mensen uit kunnen stappen. Maar mocht dat nou helemaal niet kunnen gebeuren of wat dan ook, dan is er altijd in de wagon, hebben ze ook nog gezorgd dat daar een soort touwladder is, waar mensen met de touwladder altijd naar beneden kunnen lopen via die touwladder. Hoe geweldig is dat? Nou, dan gaan we even vertellen over de Verenigde Arabische Emiraten. Dan ziet u daar Dubai, maar boven Dubai ziet u ook het grondgebied van Sharia. En in Sharia is het testcentrum, maar in Dubai komt ook veel ontwikkeling. De leiders van Sharia, die hebben dat als eerste gezien op een beurs in april 2018. En dit vonden ze geweldig en ze zijn heel snel geweest. Ze hebben in september 2018 al een contract getekend. Dat ze een stuk grond kregen, een stuk woestijn ook weer. En daar mocht Anatolij Janinski op bouwen. Ook dicht bij een vliegveld en dicht bij een universiteit. Zodat hij samen kon werken met studenten om die op te leiden tot ja, goede ingenieurs. En ze zijn daarna, na de ondertekening, zijn ze naar de stuk grond gegaan en daar hebben ze officieel de opening gedaan. Dat ziet u op het middelste plaatje rechts. En onderin ziet u hoe leeg dat het toen nog was. Als u straks de volgende plaatjes ziet, dan kunt u zien hoe mooi dat het al ontwikkeld is. Maar hier stond nog niks. Helemaal achterin zie je een paar treglijns, weet ik nu, en van die grote machines waar al gebouwd werd. Maar er is een heel lang stuk van 2,5 kilometer waar niks staat. En het eerste traject wat ze gebouwd hebben, dat is een 400 meter lange baan. En die zijn ze vanaf het moment dat ze konden gaan testen, al gaan testen. En je ziet achterin op het grote plaatje dat dit station nog in aanbouw is. Maar ze hebben het al zo gemaakt dat er wel getest kon worden met de wagon. Want hier moet getest worden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een jaar lang. En dan moeten ze alle data van ja, wat daar gebeurt met de rail, met de wagon, met de pilaren, moet allemaal bijeengebracht worden en dan moet gekeurd worden door de TÜV, wat ik daar straks zei. En die kijkt dan of alles in orde is met de data en of daar geen ja, problemen uit voortgekomen zijn. Dus dat is wel heel mooi. Hier hebben we nog een aantal foto's van wat er nu gebouwd is op dat stukje woestijn wat ik daarnet liet zien. Dan zie je linksboven het ecohuis wat gebouwd is en de rotonde daarvoor. En in het midden is de binnenkant van het ecohuis toen het aangelegd werd. Dus de foto, de allereerste foto, hoe mooi dat ze het tuintje aangelegd hadden. En nu, 1,5 jaar later, zie je in het midden, als je naar onderen gaat, hoe groot dat die boompjes al gegroeid zijn die er nu staan. Ze zijn al veel groter. En onderin is een delegatie die daar staat. Is zijn ze nog groter gegroeid? Want je ziet dat de mensen die daar staan veel kleiner zijn als de bomen die in het ecohuis staan. En in het midden zie je nog een klein beetje hout ertussen uitkomen. Maar het ecohuis wordt ook aan de buitenkant helemaal volgroeid met planten en ook aan de binnenkant. En ik ben er zelf geweest. Ik heb het gezien. En het is heel raar. Je loopt buiten en het is warm. En je komt dat ecohuis binnen en die heeft de bovenkant gewoon open, hè? Er zit geen dak in, maar het is daar aangenaam koel. Heel apart. Dan zie je hier rechtsonder zie je de aanbouw van een station, het volgende station. Dat is voor de 2,5 kilometer baan. En daar zijn ze nu, die is inmiddels klaar en daar worden nu de bekabelingen aangelegd. En rechtsboven zie je de bogen waarin op dit moment de bekabeling getrokken gaat worden. Hier zie je het nog wat beter. Dit is een foto die ik zelf gemaakt heb. Toen wij zijn gaan kijken op het Ecopark in november 2021. En hier mochten we even het park oprijden. En hebben wij voor de wagon, voor de bogen kunnen staan. En hier kijk je echt 2,5 kilometer ver. Helemaal het eind toe naar achteren. Hier nog een paar foto's
in het station linksboven. En ook in het midden. In het midden is, daar sta je te wachten. En toen wij daar waren, is een heel mooi verhaal, daar heb ik daar ook nog foto's van. Toen kwam daar op een gegeven moment een delegatie met panzerwagens, geblindeerde ramen. En toen moesten wij even uit dat middelste plaatje, daar stonden wij te wachten. Links kon je dan in een wagon stappen als de deur open ging. Toen moesten wij daar even terug in een andere glazen ruimte net ervoor. Want er kwam een delegatie aan en die mocht ervoor. Vonden wij eigenlijk niet zo netjes, maar achteraf begrepen wij het. Want wat bleek, het was de koning en koningin van Lesotho. En die hebben ze toen op de World Expo gesproken. En daar nemen ze dan delegaties mee naartoe om in het Ecohuis te gaan kijken. En die mensen zijn toen hier wezen kijken en die zijn heel enthousiast. En daar hoor je straks wel meer van, vertel ik wel wat meer van. Maar als je dan rechts het plaatje ziet, dan zie je het station aan de buitenkant. En dan rechts van kun je naar boven lopen, trappetje op en dan ben je bovenin het station. En links, rechtsonder, dat is de aanbouw, de bouw. Vanaf het station naar het 2,5 kilometer traject, waar ze nu de eerste rails aan het spannen zijn. Dus dat is gewoon heel geweldig mooi. Hier is wat groter. Hier zie je dus de stringrail. Dit is de testbaan van 2,5 kilometer. En die zijn ze echt helemaal aan het bouwen. Je ziet ook op een gegeven moment de bekabeling die ze allemaal uitrollen. En dat wordt allemaal geleverd door de firma Bekaert uit België. En ik heb die pijl erbij gezet. Daar liggen al die bekabelings, die rollen, liggen daar voor de bekabeling om die erin te trekken. Het wordt geleverd door de firma Bekaert uit België. Dat is geen klein bedrijf. En als zo'n bedrijf hierin meegaat om een bedrijf dit te leveren, dan hebben echt die van tevoren onderzocht of het bedrijf betrouwbaar bedrijf is. En ja, ze willen graag leveren. Ik heb foto's gezien dat die mensen er zijn geweest om te praten. Geweldig mooi. En dan zie je hier ook de twee rechtse plaatjes, de onderste. Dat is de container weer. Die wordt ook al op de 400 meter baan getest. Voor de langzame snelheid, dat is gewoon voor andere data te verzamelen. Maar straks als die 2,5 kilometer baan klaar is, dan wordt daar nog een zwaardere container aangehangen. En die wordt dan over die 2,5 kilometer baan getest. En als dat, ik denk duurt wel een jaar voordat dat klaar is, dan kan men met een prijs komen wat het per kilometer gaat kosten. Voor een speciaal land, wat ik nu nog niet mag noemen, maar die al zitten wachten om een prijs te horen te krijgen, want die willen ook gaan bouwen. Hier nog een paar plaatjes ervan. Heel mooi. En dit is de binnenkant in de fabriekshal. En rechts ziet u de U-fles die men daar in productie aan het bouwen is. Maar links is een nieuw model. En dat nieuwe model wordt ook in productie nu gebouwd op aanvraag van een speciaal land. Daar laat ik daar iets meer van zien. Maar sinds 2014 ontwerpen ze en bouwen ze en certificeren ze de overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Gepatenteerd, hè? Heel belangrijk. Maar in het voorjaar konden ze de overgang aan van deze ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie. Zoals je daarnet op het vorige plaatje zag. En daarbij natuurlijk ook de open commerciële verkoop op de internationale markt. Linksonder zie je ook dat ze alles in het centrum kunnen zien, dus met de computer kunnen volgen, in de wagons wat daar gebeurt. Want wij hebben dus ook kunnen praten met mensen die in de wagon zaten. Wij hebben dit ook gezien, hier heb ik ook gestaan. En dan konden we ook echt zien dat we met die mensen konden praten die in de wagon zaten. En die daar op dat moment een ritje maakten, wat ik ook gehad heb. Sorry. Nou zeggen heel veel mensen van, ja, maar Anatoly Janinski is al zo oud. Is daar wel opvolging? Ja, natuurlijk. Hier staat hij voor het park, voor de richting aanwijzer van over 100 meter rechtsaf is de ingang van het park. Links is Anatoly Janinski en rechts is zijn zoon. Dus ik denk dat hier een vraag mee beantwoord is. Ze hebben de certificering voor warm klimaat inmiddels ook gekregen. Voor koud klimaat hadden ze hem al, nu hebben ze hem voor warm klimaat ook gekregen. Die controle door de TUF is niet alleen voor de cabine gegaan, maar het hele elektrische vervoer. Dus de anker en de tussensteunen en het reinigersstation, alles. De certificering is geslaagd, daardoor is er voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces voor alle landen die willen gaan aanschaffen vereenvoudigen. Want die hoeven dit niet meer zelf nog te onderzoeken. Janinski stringtechnologie is daarom nu geschikt om de wereldmarkt te betreden.
Klanten kunnen ze de hoge kwaliteit van zijn vervoer aanbieden. En inmiddels zijn er gesprekken met de autoriteiten van Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, dus de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook de buurlanden, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Ik heb zo meteen nog wel meer namen, kom ook nog. Maar om in Dubai dat traject te mogen bouwen, dan ben je eigenlijk, dan moet je meedoen aan een aanbesteding. Elk land is verplicht om meerdere bedrijven de mogelijkheid te geven om hun project aan te bieden en de kosten te geven. En Janinski heeft op een gegeven moment gezegd, we doen mee met de aanbesteding van RTA. Om op korte termijn sporen te kunnen bouwen in hun stad. En hij zei, we doen mee en we hopen te winnen. Maar voor zover ik kan zien, biedt U-Sky ook de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan de heersers van Dubai om te beslissen. En naast dat Janinski stringtechnologie daarin meedoet, doen ook bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk mee met deze competitie. En Sharjah bekijkt ook een voorgestelde lijn om de belangrijkste stad te verbinden met de oostkust, Koh Phangan. En Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qassimi, hij is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharjah, die heeft interesse getoond in dit traject. Links zie je op een gegeven moment Sharjah liggen en rechts met het rode puntje, dat is de haven van Koh Phangan. En dat is een lengte van 125 kilometer. En dat is 100 kilometer over vlak land. En dat is 25 kilometer door bergen. Maar Janinski heeft ook een optie ingediend om in Koh Phangan een ontwikkeling te doen. Om het skytraject voor vrachtvervoer naar de haven te doen. Maar ook in het stedelijk netwerk te maken in de stad zelf. Dus die heeft iets meer ingediend. Dan gaan we naar Dubai. Dubai die heeft ook trajecten aangevraagd. En we weten nu al een beetje het antwoord op het gedeelte, het kleine gedeelte, van de haven naar het Al Maktoum International Airport. Dat is een lengte van ongeveer 18,5 kilometer. En dan kunnen ze in tussen de 12 en 14 minuten kunnen ze die afstand afleggen. Met een gemiddelde snelheid van 77 kilometer per uur. Dit is in het station. Daar zie je ook al de stoproutes waar de wagon kan stoppen. Dus hebben we al wel verder gekeken om te kijken wat zijn de kosten en wat is het traject. Heb ik gezien welke plaatsnamen daar staan. Wat zijn de voordelen? De bedrijfskosten bedragen natuurlijk minder dan de helft van het normale conventionele vervoer. Belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Zoals je op de plaatje ziet, dat zal straks niet meer zijn. Men hoeft niet aangeduwd te worden. Mensen stappen in de wagon, die gaat weg, volgende wagon komt eraan. Dus de wagons komen heel snel achter elkaar. Maar ook voor containers zal laad- en lostijden aanzienlijk worden verkort. Voor de bouw is minimale grondwerving nodig. Kijk rechts maar eens, de snelweg. Tussen de snelweg is een groenstrook en dan kan men zo'n pilaar bouwen. Dus er is verder niet extra grondaankoop voor nodig. Maar ook dure terminals zijn daarom niet meer nodig om opslag te hebben. U-Sky transport en infrastructuur wordt onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu en de hoge mate van veiligheid in het personen- en vrachtvervoer. Maar ook is het bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstorm betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen van min 60 tot plus 60. Welk bedrijf kan dat? En het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En ook zijn ze heel erg milieuvriendelijk, want deze verhoogde routes zijn goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden. Kijk daar rechts maar eens. Op die weg staan twee kangoeroes. Als dit een verharde weg was geweest, hadden die kangoeroes daar niet lang over te staan of ze lagen plat op de weg. En dat zijn grote dieren. Maar wat denk je van alle kleine dieren die op en neer lopen? Er zou zoveel dierenleed komen. En nu, het vervoer zit boven in de lucht, dat gaat door. Bedrijven hebben geen vertragingen en de dieren kunnen leven. De natuur zal hier heel erg veel van opknappen. En er wordt geen vruchtbare grond vernietigd. En de planten die erop groeien, die kunnen ook doorgroeien. En trekroutes van dieren, die blijven ook in stand. Als je dan kijkt wat de transportsystemen kosten, de hoge snelheidstransportsystemen. In Europa bedraagt de gemiddelde aanleg van een hoge snelheidsweg ongeveer 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijks onderhoud kost ongeveer $100.000 per kilometer. Kun je je dat voorstellen? Weet je hoeveel kilometer spoor dat er ligt?
En als je dan kijkt dat elke kilometer onderhoud per jaar 100.000 kost, dan blijft dat jaar in uit geld kosten. Dat is natuurlijk ook met de Hyperloop. De Hyperloop, die constructie ervan, wordt zeker geschat al op 50 miljoen per kilometer. En dat is nog maar in de conceptfase. Dat wil zeggen, als die echt gebouwd gaat worden, dat het altijd meer gaat worden. Want we weten allemaal dat een berekening altijd fout gaat en het is altijd te goedkoop. Er moet altijd geld bij. Dus de conceptfase wil zeggen dat de prijs op echt laag geschat is. Als je dan kijkt naar een metro, die kosten kunnen oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport van Unieke Stringtechnologie, zal slechts ongeveer 10 miljoen kosten per kilometer. Gemiddeld is de bouw tussen de 1 en 10 miljoen. Maar als je dan kijkt naar de onderhoudskosten, die zijn er niet. Want de wind blaast de blaadjes van de rails, zand van de rails. Ik heb daar die foto nu niet van bij. Maar er zitten blaassystemen op naast die aankoppelingen. En die blazen constant waar ze heen rijden de bovenkant van de rails schoon. Dus als je dan kijkt dat de kostprijs gemiddeld tussen de 1 en 10 miljoen. Dus zeg dat als 10 miljoen is nog goedkoop. Dan gaat dit straks de hele industrie fundamenteel veranderen, want bedrijven kijken toch op een gegeven moment naar aanleg van de kosten. Plus als een weg aangelegd wordt, er wordt weer de vegetatie vernietigd. Daar zijn milieuclubs niet blij mee. Dit zal een hele mooie oplossing worden. Hier hebben we het bedrijf B-Kaart, daar hebben ze samenwerking mee. Die hebben de kabels geleverd, zoals je hier ziet, net heel klein, maar hier zie je de foto wel groter. De bekabeling ligt daar op het park. Dit is mijn contactpersoon. Vladi, en die heeft een foto voor mij gemaakt. Hier zie je de kiezeltjes, dat is in Belarus, een foto. En ik heb ook nog een foto met de zand erin van de woestijn. Maar als je dan kijkt, op de elke rol zit dit plaatje. En dit plaatje wil zeggen, geleverd aan Unieke Stringtechnologie door links de firma B-Kaart. En op elk van die rol zit zo'n plaatje. Het is allemaal geleverd door de firma B-Kaart. Het is gigantisch veel hoor, als je kijkt. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar er is zo weinig gebeurd daar. Het duurt al zo lang, we zitten er zo lang in, er gebeurt niks. Nou, als je dit hier zo kijkt, het overzichtje, gebeurt er heel veel. Want in 2015 hebben ze de grond gekregen. In 2016 was het eerste traject klaar en kon de eerste Unitruck gaan testen. In 2017 zijn er nog twee bijgekomen, de Unibus en de Unicar. In 2018 hebben de Arabieren een handtekening gezet. En in 2019 was er op hun woestijn al het eerste traject van 400 meter klaar. En in 2020 was de Uniflash klaar. En die hebben wij daar ook zien, heel langzaam al zien rijden op het park toen we daar in 2019 waren. En hij is getoond eind 2019, begin 2020 op beurzen. En in 2021... tijdens de pandemie hebben ze niet stilgezeten, zijn ze verder gegaan met de ontwikkeling van vervoer voor de industrie. Dus dat is wel, als je het zo bekijkt, heel erg snel allemaal wat er kan gebeuren voor een bedrijf wat niet alleen wagons ontwikkelt, maar die moet ook zorgen voor de wegaanleg, om het zo maar te zeggen. Een auto-industrie, die ontwikkelt een auto, maar die ontwikkelt niet de weg en de routes overal heen. Die heeft een auto en die moet maar zien waar hij gaat rijden. Maar hier, dit systeem is zo nieuw. Men moet niet alleen de wagons testen en maken, maar ook de infrastructuur daarvoor. En overal in elk land is er natuurlijk een andere ondergrond, een andere bodem. Er is heel veel kosten voor nodig. Nou heb je rechtsboven een verslaggever, die had dat dus ook gehoord. En die kon het niet geloven. En die heeft contact gezocht en heeft gevraagd, mag ik komen kijken? Ja, dat mocht. En toen hij er was, toen heeft hij gevraagd een filmpje mocht maken, dat hij mee mocht rijden. Heeft hij allemaal gemogen. Hij zat in die wagon. Ik heb het filmpje van, kan ik hier nu niet laten zien. En daar praat hij van hoe geweldig dat je het vindt. Dat heeft hij gepubliceerd. En CNN en Fox News en veel andere mediabronnen, die hebben het heel snel diezelfde dag overgenomen. En overal werd het bekendgemaakt. Dat was zo mooi. En zelfs het blad Construction Week, rechtsonder, die heeft er ook een foto voor op de voorpagina gezet. Maar binnenin hebben ze zelfs een heel aantal pagina's eraan gewijd. Kijk eens hier. Dat is zo uniek dat ze iets nieuws toch ook helemaal uit gaan leggen en alles erover schrijven. Dat is echt, daar was het bedrijf trots op. Maar ze schrijven dus ook,
op basis van de manier waarop Janinske Stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virsing Hyperloop. En ze vertelde verder, het ingenieursbureau Janinske Stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virsing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. En vacuümreizen, treinreizen, die versnellen tot boven de 1000 km per uur, Virsing Hyperloop verzekerde destijds dat het deze lijn in de praktijk ging brengen. Maar niet zo lang geleden maakte Virsing Hyperloop officieel bekend dat het idee van personenvervoer heeft losgelaten. En de Financial Times meldde dat Virsing Hyperloop volledig was overgestapt op het goederentransport. Maar de auteur Janinske Stringtechnologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden, als gevolg van de pandemie, hij zijn plannen niet heeft opgegeven. COVID-19 is geen belemmering geworden voor de Janinske Stringtechnologie. Het blad World Construction Today schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt. In de moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Janinske Stringtechnologie zijn plannen echter niet op. Maar wat biedt Janinske Stringtechnologie dan op het gebied van personenvervoer? Nou, het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaduct, transport en infrastructuurcomplexen en gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. Maar Virsing Hyperloop die kondigde destijds aan dat de passagierscapsules ging bouwen die in zeer lage drukbuizen konden reizen, met snelheden van meer dan 1000 km per uur. De media was heel erg enthousiast en bespraken de mogelijkheden en de implementatie ervan. Maar er waren ook mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En in de publicatie van de eerste versie van het Hyperloop-concept leidde dit tot heel veel discussies tussen wetenschappers en ingenieurs. Maar Janinske Stringtechnologie had een betere versie van de Virsing Hyperloop. En dat werd toen bekendgemaakt. Hij heeft vorig jaar een certificaat gekregen van conformiteit met de veiligheidseisen, heeft hij ontvangen van de internationale organisatie TUV, de TUV zei ik het straks al. En kort daarna kondigde ze ook de start aan van de commerciële projecten. Dat is ongeveer gelijktijdig gegaan. In het Ecohuis, het Houten Ecohuis, hebben ze tijdens de World Expo een systeem opgebouwd om de klanten te laten zien hoe het werkt. En dan zie je boven in een wagon over de doorgehangene lijn de flexibele spoorstructuur en onderin de harde spoorstructuur. Dan zie je er twee wagons overheen gaan. Je kunt op deze foto niet zien, maar onderin, ik heb het zelf gezien, gaat ook een spoorstructuur. Daar kan ook een wagon heen. En die wagon, de model, heb ik nog nooit gezien. Dat was heel apart. Dus misschien krijgen we dat nog te zien, maar dat was een heel apart model. En er zijn er veel testritten met delegaties geweest, want tijdens die World Expo hebben ze natuurlijk de kans gegrepen en alle landen benaderd en gevraagd of dat er hooggeplaatste mensen konden komen kijken. En dat zijn uit verschillende landen zijn daar mensen geweest. Zoals uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië, het Koninkrijk Lesotho en nog vele andere landen. Die hebben allemaal een bezoek gebracht en een proefrit gemaakt. Maar inmiddels zijn er ook landen die al verder zijn. Want die zijn in gesprek gegaan, die willen een traject gebouwd hebben. En welke landen zijn dat? Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico, Ecuador. Ik zie dat ik nou een land mis, ik heb daar ook plaatjes ervan. Ze hebben opties voor een aanleg van New Skytrax. En ze hebben ook al samenwerkingsverbanden besproken. Deze, die had ik vergeten erbij te zetten. De delegatie uit Zwitserland is wezen kijken. Het is wel zo, dat moet ik wel even zeggen, er wordt altijd een geheimhouding ondertekend, dat het land die een traject gaat bouwen, die daarvoor betaalt om dit te berekenen en te gaan begeleiden door Janinske Stringtechnologie, dat die zelf als eerste naar buiten mogen brengen dat ze zo'n traject gaan bouwen. En Janinske Stringtechnologie mag dat dus niet. Dus wij moeten echt wachten tot we officieel gehoord hebben dat er in een land gebouwd gaat worden en dat er een traject komt van die stad naar die stad, en dan kunnen we het bekendmaken. Maar wat we wel mogen zeggen, dat ze zijn wezen kijken. En ze gaan zelfs met de foto. Dus wij mogen vertellen dat ze hier zijn geweest, dat ze zijn wezen kijken, maar meer mogen wij niet vertellen.
Ook India. Die is heel in het begin, hebben jullie allemaal wel gehoord, is India heel erg in beeld geweest. En die zijn op een gegeven moment afgehaakt. Maar waarschijnlijk hebben ze niet zo'n betrouwbare andere partner gevonden. Want ze zijn nu op zoek naar nieuwe technologieën en betrouwbare zakenpartners. Nou, en ze vonden dat U-Sky Transport aan beide voldoet. Hoe mooi is dat? Ze hebben kennis gemaakt met de tropische Unicar, die ontworpen is voor stad- en intercityreizen, maar ook aangepast is voor regio's met een droog klimaat en met een maximale bedrijfstemperatuur tot plus 55, dus bijna 60 graden hitte. Dat kan alles dus hebben en dat is voor die landen waar het altijd heel erg heet kan worden, is dit natuurlijk geweldig. Dus ze zijn terug, dat is wel heel mooi. Hier nog een paar foto's van dat er best wel veel gesprekken zijn geweest. Ze hebben echt alles gezien in het ecohuis, op de mini-transportrail. Maar ze hebben ook met Janinske zelf aan de tafel gezeten. Dus ze hebben echt zich heel erg goed verdiept erin. Ook Brazilië. En wat schrijf ik hier? Er zijn inmiddels delegaties van overheidsfunctionarissen, maar ook burgemeesters en ondernemers uit Brazilië geweest. Om een rondleiding te krijgen en te kijken wat het project precies inhoudt. Nou, ga zelf maar naar wat dat kan betekenen als er ondernemers komen en aannemers. En František Solár en Vladimir Maslov zijn verschillende keren al naar Vietnam geweest voor belangrijke besprekingen. En rechts zie je het plaatje van Vladimir Maslov. En die staat daarvoor een doek waarop staat Viettransnet. Die hebben in Vietnam een nieuw project opgestart wat Viettransnet heet en daar gaan ze eigenlijk mee bouwen in Vietnam. Ze hebben heel veel dingen ook besproken nog en ze zijn daar al heel ver om deze pilotprojecten te bespreken. Ook de ambassadeur van Rwanda is geweest en die heeft dit samen bezocht met Claire Akamanzi en zij is CEO van het Rwanda Development Board en lid van het kabinet van Rwanda. Dus dit zijn zware overheidsfunctionarissen die hier ook zijn bezig kijken. En dit is heel belangrijk. Nu komt het plaatje wat ik daar straks liet zien in de productiehal, dat een speciale model gebouwd werd. Dat speciale model is afgeleid van het eerste model. En ingenieurs en specialisten uit Rwanda, die hebben daar het testcentrum bezocht en inmiddels genoeg gesprekken gevoerd. En die hebben eigenlijk gevraagd voor een speciaal model. En dat wordt dan gebouwd. Want vertegenwoordigers die waren zo geïnteresseerd. En nou wordt de Unilight en de UCAR, die worden beschouwd als de belangrijkste module om in gebruik te gaan nemen. En dan zie je hier nog een keer een foto die in de productiehal stond. Het model is wat langer geworden. Hier kunnen ongeveer 25 mensen in. En dan moet je niet denken dat dit door één bedrijf gebouwd is, want hier zijn meerdere ontwerpbureaus bij betrokken. Het zijn er zelfs meer dan 50. En die zijn allemaal verzameld in één bedrijf en dat heet Janinske Stringtechnologie. De ene richt zich op de rails, de andere op de cabines, op de motorwielen of andere onderdelen. En zo door al die bedrijven dat die samenkomen in één model, wil zeggen dat er heel veel werkgelegenheid ook zal komen. Ook in Kirsinje, uit Kirsinje is er iemand geweest. En deze dame, die heet, ja, de naam zal ik maar niet uit gaan spreken, maar die is algemeen directeur van een bouwbedrijf, van twee bouwbedrijven zelfs. En als een algemene directeur van bouwbedrijven komt, dan moet je verder maar zelf over denken wat dat wil zeggen. De koning van Lesotho, die hebben wij gezien. En wij wisten het toen niet, maar een week of 6 later kwam een bericht naar buiten dat de koning van Lesotho was geweest en dat hij interesse had. Nou, toen belt iemand mij op die zegt, goh, Nettie Earl, mijn collega, wij waren samen in de Verenigde Arabische Emiraten, toen wij daar in die glazen ruimte moesten wachten, hij zei van, goh, kijk eens even, ken jij die mensen? Ja, ik herkende ze ook meteen. Ik herkende de dame, hij kende de man met het hoedje achterin. Wij wisten zeker dat dit dat wij deze mensen gezien hadden. En dat is achteraf wel heel leuk, als je dan ziet dat het echt gebeurt. Dat wij daar even moesten wachten, dat ze waarschijnlijk niet geweten hebben dat tijdens ons bezoek zij daar zouden komen. En ja, als je dan dit zo ziet, dan denk ik van, ja, geweldig, we hebben het meegemaakt. Wij waren er gewoon bij. Dus, en waar ligt Lesotho? Lesotho ligt in Zuid-Afrika. En die heeft geen rechtstreekse verbinding met een havenstad. Want die heeft in
midden in het land is geen haven. En de grondstoffen die ze willen vervoeren, die moeten door ruig gebied vervoerd worden. En dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk. En dat is gewoon niet bevorderlijk voor het binnenlands product. En door dit traject te gaan bouwen, kunnen ze hun problemen oplossen. Ze kunnen daardoor de landbouwsector ondersteunen. En ze gaan hier internationale investeringen voor aantrekken. De koning van Lesotho heeft gezegd dat hij het goedkeurt dat grote organisaties, wat normaal niet mag, die mogen hier een voortraject ondersteunen. En in Azerbeidzjan is een grote tentoonstelling geweest. En dat had ook weer betrekking op de wegeninfrastructuur. En er waren uit heel veel sectoren waren er functionarissen. En die hebben ook allemaal het systeem natuurlijk van Jeninske stringtechnologie weer gezien. Er waren onder andere vertegenwoordigers van staatsdepartementen, het ministerie van Transport, het ministerie van Communicatie en Hightech en de metro-industriële overheidsinstanties en bedrijven uit de wegenbouwsector. Als je dat ziet, en die hebben allemaal op een beurs gestaan, die hebben elkaar daar meteen kunnen vinden. Maar wat er ook gebeurd is, ze hebben ook onderzocht, als je in zo'n wagon zit, wordt het binnenklimaat wordt natuurlijk veel minder goed. Daar is ook een oplossing voor. Ze hebben een microklimaatsysteem ontwikkeld dat zijn effectiviteit zelfs bij plus 50 graden kan waarborgen. De unieke ontwikkeling die past in het volume van de luchtuitwisseling. En de cabine wordt continu gevoed met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht. En dat om te compenseren voor de uitgeademde lucht van de passagiers. Het microklimaatsysteem is met succes getest bij extreme temperaturen tot plus 55 graden Celsius. En de temperatuur kon ook op een temperatuur van ongeveer tussen 18 en 23 graden Celsius blijven in de cabine. Dat is toch geweldig in zo'n heet klimaat. Hier hebben we een aantal stations die van de tekentafel komen. Maar als je naar de twee onderste plaatjes kijkt, dan zie je op het dak zelfs een landingsplaats voor helikopters. Overal wordt aan gedacht. Maar waarom investeren mensen in New Sky? Nou, omdat deze snaartransportmotor geen schadelijke stoffen in de atmosfeer uitstoot. Dat er voor de aanleg van een kilometer snaarroute heel weinig land nodig is, maar de oppervlakte van een bospad. En dat die aanleg van deze snaarbaan het natuurlijk landschap niet zal veranderen. En dat bossen die zuurstof produceren blijven behouden. Maar de meest veelbelovende gebieden voor ons zijn natuurlijk in het Midden-Oosten en Azië. Met plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei zoals India en Pakistan, waar weinig wegen zijn, waar heel veel mensen met het kleine beetje openbaar vervoer wat ze hebben willen reizen, daar kan men hier heel veel betekenen met dit systeem. Maar op dit moment, door de ontwikkelingen in het oosten, met Rusland en met de oorlog, zijn er vragen gesteld. En vooral financiële vragen. Is mij gevraagd, wat doet dat met ons geld? Nou, ik heb die vraag gesteld en wat zeggen ze? Het heeft geen financiële gevolgen voor ons. Want de crowdfunding platform blijft normaal bestaan en er zijn verschillende redenen voor. Want men is geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en de Cayman-eilanden. En dus niet in Wit-Rusland, Belarus. Juridisch is alles helemaal correct opgebouwd. Het heeft geen financiële beperkingen op Rusland of op Belarus. Skyward Community diversiteert alle financiële werk. En in ons persoonlijk kantoor kunnen wij zelf onze verschillende betaalmogelijkheden gebruiken. Kunnen we kiezen waar we mee willen betalen. Met cryptocurrency is natuurlijk het beste, maar op andere manieren kan het ook. En het gaat naar verschillende delen van de wereld. Ik heb hier een plaatje ervan, dan zie je het wel beter. Dat het links bij Amerika is een locatie, rechts bij Australië, op een van de eilanden, en Cyprus bij Europa. Dus het is heel mooi verdeeld, dat geeft een heel groot stuk veiligheid. Maar ook de Naresda Kasareva heeft ook nog speciaal naar ons toe geschreven. De ontwikkelingen worden gewoon volgens plan voortgezet door de bedrijfsontwikkelaar van het snaartransport. En haar citaat is, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen gekocht, wat voldoende zal zijn om het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. En eventuele onderbrekingen zullen de leveringen niet hinderen. Maar op een beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorradingen in de Verenigde Arabische Emiraten.
alle afspraken met onze partners blijven van kracht. Hoe mooi is dat? En de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn de koninklijke hoogheid Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai, die hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en privaatsector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. Dat is heel, heel belangrijk nieuws. Want eigenlijk vinden ze het nooit goed om crowdfunding te doen. Maar er is nu, zijn afspraken gemaakt, daar zijn er nieuwe projecten opgezet en nu is het goedgekeurd. De Sheikh merkte dus op dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. Want jonge innovators en ondernemers zullen daarmee geholpen zijn. Ze hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën op speciale platforms. Hier heb ik op de plaatselijke locatie, als ik daar een presentatie geef, nog wel meer informatie over. Dan laat ik het hier nu bij. Crowdfunding platforms worden gereguleerd door de Security and Commodities van de Administration SCA. We zitten nu in fase 14.2. Fase 15 is de laatste fase. Het zal nog wel een tijdje duren, maar dit traject gaat zo mooi worden. Dit gaat zo'n mooie toekomst geven voor alle investeerders die hierdoor het bedrijf te ondersteunen met een investering straks een mooie toekomst kunnen krijgen. En als we het samenvatten, we ondersteunen een bedrijf om iets op te bouwen wat nog bijna niemand kent. Als je weet hoeveel bewoners op de wereld wonen en hoeveel mensen hier een ondersteuning hebben gegeven, is dat gewoon een druppel op een gloeiende plaat, maar het brengt wel heel veel geld binnen. En daardoor hebben ze dit kunnen bouwen. En wij zijn de gelukkigen dat wij hier mee in contact hebben kunnen komen. En om nog even het rechte plaatje uitleg te geven, dat wil zeggen dat een wagon, die heeft een bepaalde omgevingsruimte. Als daar een persoon in de buurt komt, dan stopt de wagon. Je ziet het bij die rode persoon, die komt binnen de rode lijn en dan stopt de wagon. Loopt die persoon naar de wagon, dan gaat de wagon achteruit. Loopt die persoon weg, dan gaat die wagon weer naar voren. Ik heb zelfs in een filmpje gezien dat iemand heel hard rende en achter de pilaar ging staan. Hij werd toch gedetecteerd en de wagon bleef stilstaan. Hier zit zoveel veiligheid ingebouwd. En dat moet ook wel, want het is iets nieuws. Er mag niks fout gaan als ze straks de eerste commerciële projecten gaan draaien. Maar wij zijn hier de eerste van die weten dat dit komt. Er zijn officiële internetsites van de ontwerper. En ik heb er hier een paar op neergezet. Je kunt ook de whitepaper lezen. Dat is heel belangrijk voor een bedrijf. Maar ook Uninsky.com en van Nieuws en About. Dat zijn twee verschillende websites. Er is gewoon heel veel nieuws op te lezen. En heeft u vragen, mag u mij bellen. U kunt Earl bellen. Dat is geen probleem. Wij staan altijd open voor vragen om die te beantwoorden. Maar op 7 september ben ik in Hasselt. Dan ben ik daar persoonlijk. Als u daar komt, dan kan ik u ook nog veel en veel meer vertellen. Hebben we iets meer tijd als nu, dat ik toch in een korte tijd heel veel moet gaan vertellen. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En bel me als er iets is. En anders tot volgende week donderdag. Dan is Earl hier om een volgende webinar te geven. En dan zou ik zeggen, nog een fijne avond allemaal. Dag.